Goedendag allemaal en welkom wederom bij een nieuw filmpje op mijn kanaal. Mijn naam is Arnold de Gans en ik neem jullie graag een stukje mee op mijn ontdekkingsreis door de wonderbaarlijke wereld van Warhammer. De naam zegt het al, war, oorlog, en in oorlog gebruik je guns. En guns hebben een loop, een geweer heeft een loop, want door die loop moet de kogel heen komen. En als je naar de modelletjes kijkt van Games Workshop, zul je eigenlijk zien dat alle geweren, lopen, guns dicht zijn. En waar je eigenlijk je strijdkrachten mee het veld op stuurt, zijn eigenlijk hele onhandige knuppels. Nu ben ik uiteraard niet jullie vader. Copyright Idiotic Synergy. I'm not your dad. Ik kan je niet vertellen wat je moet doen en wat je niet moet doen. Ik kan je alleen maar vertellen wat ik doe. Ik vind het namelijk veel mooier als mijn modelletjes een loop hebben die ook open lijkt te zijn. Het is natuurlijk gewoon nog steeds gewoon dicht. Maar goed. Voorbeeldje. Bij deze kun je heel goed zien dat de lopen gewoon open lijken. Dus heb ik hier nog eentje. Deze loop lijkt open te zijn. Maar blijft toch lastig vinden om te focussen. Hè? Bij de nieuwe Automatron van zie ook deze. Heb ik ook de loopjes opengemaakt. Want het is gewoon ook nog een bolter of een geweer of iets in de rest wat rond zit. Ik vind het gewoon mooier. En ik ga jullie vandaag laten zien hoe ik dat doe. Het is redelijk simpel. Het is ook geen lang filmpje. Er zijn een aantal methodes. Of een aantal materialen die je ervoor kan gebruiken. De meeste zullen deze wel kennen. De gewone pinvise. Gewoon het op aanzetten en boren. En een aantal van jullie zal ook de WoW-pen wel kennen van WoWstick. Ik heb al een keer eerder een review ervan gedaan. Het is eigenlijk gewoon een hele dure, onzinnige aanschaf geweest. Maar eentje waar ik absoluut nog altijd heel erg blij mee ben. Ik gebruik hem eigenlijk altijd veel vaker dan de gewone drillpen. Drillvise, hoe ik het noemen wil. Omdat ik weet dat niet iedereen deze heeft, ga ik het gewoon lekker laten zien met deze. Maar geloof mij dat deze minimaal net zo makkelijk is. Zo niet makkelijker. Goed. Gebruik een scherpe punt. Je kan deze gebruiken. Je kan uiteraard ook een punaise gebruiken. Of een elk ander scherp voorwerp. Bijvoorbeeld zoiets dergelijks. Kun je ook gewoon gebruiken. Gewoon als je maar een scherp puntje hebt. Dat is het allerbelangrijkste. Om met een scherpe puntje maak je een soort van beginnetje of een geleider waarop je zo meteen het boordje kan zetten. Gewoon goed in het midden van de loop zet je een klein gaatje. Ga ik even mijn bril opzetten. Het is wel allemaal erg klein allemaal. Dan ga ik kijken of ik het een beetje in beeld kan houden. Wacht, ik ga even de camera anders zetten. A few moments later. Zet je op dat kleine gaatje wat je gemaakt hebt, zet je de pinvise. Dan ga je gewoon heel langzaam rondje voor rondje maken. Je hoeft niet heel die loop uit te boren, hè? Dat is nergens voor nodig, zolang je maar een klein beetje een gaatje gemaakt hebt, waardoor die open lijkt te zijn, zoals dit. Dat is meer dan genoeg en dit geeft al een veel beter beeld dan gewoon een dichte loop. Nou, dat is eigenlijk wat ik jullie wilde laten zien.
heel kort en krachtig. Het uitboren van zo'n loop met gewoon een pinvise is super makkelijk. De pinvise heeft een yoke, maar wordt dat een yoke genoemd. En een yoke is een een klemapparaatje, zeg maar, met een dunne opening en een dikke opening. Stel je voor dat je een andere formaat boordje wil gebruiken. Dat zal niet altijd in een dunne opening passen, zoals deze. Ik kan je voorstellen dat als je een dikke boordje hebt, dat hier niet in past. Maar de andere kant is groter en daar past die gewoon wel in. Ja, appeltje eitje. Ja, dus in een pinvise zit altijd een yoke die aan twee kanten een opening heeft. En nagelang de diameter van je boordje die je wil gebruiken, kun je hem omdraaien. Dat is nog een klein tipje die ik erbij wil geven. Dat was het voor vandaag. Heel kort, heel krachtig. En ik hoop dat jullie er wat aan gehad hebben. Groetjes. Hoi hoi.